Welcome back to part two of this instruction video about the present perfect simple tense. We ended last video with this exercise in which I try to make clear to you how you need to think to fill in the verbs where you need to choose between the past simple and the present perfect simple tense. It's not so easy because these exercises are very commonplace as everything happens in the past. The key is trying to figure out if whatever happens in the sentence still has an influence today. For example, this last sentence, in 1666, London to the ground. You need to think, is London still burning right now? Well, no, because obviously we would hear about it in the news, and it's only about coronavirus. So no, in 1666, London burned to the ground. You can always try to remember these words as they guide you to the correct tense. Dus, in het vorige filmpje zijn we geëindigd met deze oefening waarbij jullie moesten kiezen tussen de past simple en de present perfect simple. Je moet je dan altijd afvragen, heeft datgene wat er in de zin staat nog steeds invloed nu? Bijvoorbeeld in die laatste zin, in 1666 London to the ground, dan moet je je afvragen, brandt Londen op dit moment nog steeds? Nee, we hadden dat al lang in het nieuws gehoord. Dat is niet het geval. Dus in 1666, London burned to the ground. En je kan ook altijd terug gaan kijken naar deze woordjes. Je kan die van buiten studeren, omdat die je helpen te weten welke tijd je precies moet gebruiken. Now I added a little summary for you as well. The first part of it, this little part, the above part, you've already seen previously in the previous film. The bottom part is new, and what you can see here is that it always continues on. So you can see simple, past, oh, it's not meant to be. Simple, past, you know, the tense should be quite short. And then we added the present perfect, so the line perfect has been added. You can see here, we're talking about the present, so have, the auxiliary verb, is still in the present tense. You use the past participle because it is still perfect. And as it is a simple tense, I have no inform. So whenever you are in doubt about which tense we mean while giving an exercise, you can always try to recreate this schedule and you will know what to do. So it's a very good idea to try to study this by heart. Dus ik heb hier ook even een samenvatting toegevoegd. Het bovenste gedeelte hadden jullie al gezien. Het onderste gedeelte is nu nieuw. En ja, ook deze vakjes gaan later nog ingevuld worden. Er komt zelfs nog een lijn bij. Er zijn heel wat Engelse tijden. Nu, het handige aan dit soort zaken is, als je dit van buiten studeert, kan je altijd opnieuw achterhalen welke tijd je precies moet gebruiken. Dus deze lijn werd nu toegevoegd, de perfect lijn. We zitten hier in present, dus je ziet dat het hulpwerkwoord to have in de tegenwoordige tijd vervoegd is. Het is een perfect tense, dus je ziet het voltooid deelwoord, studied. En het is geen continuous tense. Perfect continuous bestaat ook, die komt hieronder. Dus ik heb geen inform. Dus als je van buiten studeert wat deze termen precies willen zeggen en wat dit hier is, dan kan je door middel van dit schema altijd achterhalen welke tijd er nu eigenlijk gevraagd wordt. Het is een enorm grote hulp voor wanneer je niet meer zou weten wat wij zouden vragen. Now there are absolutely some exercises you need to make on Smart School, and this time it will be book widgets. Now you can find them in the binder English, Engels 4 TSO. Then you need to click further along to the button Oefeningen, and then you can find some book widgets. You need to make them before Friday evening. Take care to send your results as well. You will be marked, so you get some marks for those book widgets. So send your results or we see nothing and it's a zero. And most importantly, take care to study your irregular verbs before you try to fill in the book widgets, because you only get one go and you need to remember those irregular verbs. Dus we gaan ook oefenen. Er is een oefening op Smart School, aangezien jullie je cursus voor de paasvakantie al hadden ingevuld, of toch die oefeningen digitaal gemaakt hebben. Jullie gaan naar de map Engels 4 TSO. Je klikt verder naar oefeningen en daar maak je alle boekwidgets die je kan vinden voor vrijdagavond. Vergeet niet om je resultaten op te sturen. Smart School vraagt daarnaar, dus klik dan op ja of klik op het envelopje dat je rechtsboven ziet verschijnen.
Vergeet dat niet te doen, want op die boekwidget staan punten. Als jij dat dus niet invult of je verstuurt je resultaten niet, dan zien wij niks en dan is het nul. Vergeet ook niet, zeer belangrijk, om je irregular verbs al te studeren alvorens je probeert die boekwidgets in te vullen, omdat je die daarvoor nodig hebt en je krijgt maar één kans om die boekwidgets in te vullen. But there is also a speaking assignment. You need to make a guided tour around your own room. So what you need to do is you take a look in your room, you write down five things, five words, things you find interesting to talk about. You make a little text about it and then you start filming yourself while you present your room to us. You can tell us about the furniture you have, the colors on the walls or of your curtains, items that you have and that you like or dislike, views from your window, anything you can find in your room. You can talk about things that annoy you, litter left behind by your siblings or things that you truly love. If there is anything in your room that you would rather not show, then you don't need to, you just don't film it. Try to prepare well, but don't read the text. You always know that you lose quite a considerable amount of marks if you do that. Present us fluently and try to move around in your room. Make it a nice, for example, TikTok video. Speak for at least 2 minutes so that we can truly hear you speaking. And you can see in Smart School, you can see under the button assignments, you can also find a document where there is a bit of more information about all this. You find the full description, you find the reflection, and you find the evaluation so that you know what you get marks for. Take a look there so that you absolutely know for certain that you're doing it well. You need to upload your speaking assignment in the upload zone op on Smart School. Dus even in het Nederlands dan. Jullie hebben ook een spreekopdracht waarbij je een gidstour gaat doen rond je eigen slaapkamer. Dus je filmt jezelf terwijl jij jouw kamer voorstelt. Bereid dat even voor, denk na waarover je wilt praten, maak dus noods ook een tekst. En vertel ons dan wat meer over de meubels en de kleuren en de dingen en eventueel de uitzichten die we allemaal kunnen vinden in jouw kamer. Vergeet daarbij geen dingen die je graag hebt, dingen die je haat, dingen die je fijn vindt. Rommel van je broers en zussen bijvoorbeeld, waar je je aan ergert. Of die zetel die al van je oma geweest is. Zo'n zaken is allemaal zeer boeiend. Vertel daarover, laat ons dat zien. Als er zaken zijn die je liever niet toont, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Dan film je die gewoon niet. Bereid dit goed voor, schrijf een tekst. Maar lees die niet af. Je verliest altijd heel veel punten wanneer je gewoon klakkeloos afleest. En probeer ook rond te bewegen in je kamer. Spreek voor minstens 2 minuten. Het mag langer, maar het moeten er minstens 2 zijn. En op de map op Smart School zie je onder Assignments vind je ook de volledige beschrijving van deze opdracht. Met daar ook nog eens een reflectie bij, dat je zelf kan invullen. Heb ik wel alles gedaan? En een evaluatie die wij gaan invullen, zodat je zeker bent waar je precies punten voor krijgt. Vergeet daar zeker geen kijkje te gaan nemen, zodat je 100% zeker bent van wat je aan het doen bent. En dat is the end of the second video and the end of the instruction video about the present perfect simple and this week work. I hope everything is clear. We see you again in the live sessions. And if there are any questions before that, ring the bell, send us an email, and then we can answer your questions. Good luck and see you soon.